Goedemorgen. Welkom hier op de sessie rond de weerbarometer. Ik heb de eer en het genoegen u de resultaten voor te stellen in primeur van de weerbarometer, een instrument dat werd ontwikkeld door mezelf en Ingrid Govaerts van Bing Research, met de bedoeling om het welzijn en vooral de veerkracht en weerbaarheid bij medewerkers in de zorg te meten. En ik ga jullie vandaag een beetje een kadering geven rond werk en welzijn. Vooral wat de rol van weerbaarheid daarin is. En wat mogelijk aanbevelingen zijn om met weerbaarheid, wendbaarheid, veerkracht in je organisatie aan de slag te gaan. De kant die wij genomen hebben is in de periode van augustus tot eind augustus, begin september tot begin oktober te meten in heel wat woonzorgcentra en ook een algemeen ziekenhuis wat de weerbaarheid betreft. En ik ga je even kaderen waar weerbaarheid in thuis hoort. Als we even stilstaan met een model rond werk en werkbeleving, dan zien we dat werk en werkbeleving te maken heeft met een aantal werkkenmerken wat eigen is aan het werk. Men noemt dat werkeisen, zoals de werkdruk die verbonden is aan je werk, evenals de belasting rond emotionele belasting, mentale belasting, fysieke belasting, de duidelijkheid rond rollen en taken. En het aandeel aan werkeisen geeft aanleiding tot welzijn en welbevinden. En als werkeisen zwaar doorwegen, kan het aanleiding geven tot enerzijds negatieve werkbeleving, namelijk het risico op spanning, stressklachten en burn-out. Daarnaast is een andere groep van werkkenmerken de aanwezigheid van werkhulpbronnen. En dat wil zeggen, als er heel wat werkhulpbronnen aanwezig zijn, maken die het werk mentaal wat lichter. En werkhulpbronnen zijn onder andere: hoeveel autonomie krijg ik om mijn werk te doen? Hoeveel inspraak heb ik wanneer er beslissingen of besluiten genomen worden? In welke mate kan ik mijn competenties en mijn talenten volwaardig inzetten? Hoeveel sociale steun heb ik van mijn leidinggevende, van mijn collega's? En die werkkenmerken, de aanwezigheid daarvan, zorgt voor een positieve uitkomst van de werkbeleving, namelijk de bevlogenheid of de werkgoesting of de groei die er zit in de job. Werkeisen en werkhulpbronnen zijn kenmerken en die zitten altijd in werk. Die zijn heel duidelijk met elkaar verbonden. En dan zijn er nog twee heel belangrijke factoren die een enorm bufferende waarde spelen. Dat is vooral de impact van leiderschap en ook de stijl en de flexibiliteit van leiderschap. Die kan een positieve impact hebben op het zo rationeel en haalbaar mogelijk houden van de werkeisen. Een positieve leiderschapsstijl kan absoluut bijdragen tot het versterken van werkhulpbronnen. En leiderschap heeft daardoor op zich een milderend effect. Wanneer de werkeisen sterk aanwezig zijn, kan door een positief, ondersteunend, versterkend, inspirerend leiderschapsstijl ervoor zorgen dat mensen toch minder spanning, stress, klachten, burn-out hebben. En anderzijds bepaalt de stijl van leiderschap ook de impact van werkhulpbronnen. Als die positief ondersteunend is, gaan werkhulpbronnen ook veel meer leiden tot bevlogenheid, werkgoesting en groei. En dan zit er nog een derde, hele belangrijke, hele grote buffer. En dat zijn de persoonlijke veerkrachtbronnen of de persoonlijke hulpbronnen van elk individu. Elk individu, los van rol of functie, maakt voor een heel groot stuk hoe de werkkenmerken worden beleefd. En waar zit die veerkracht of die buffer in het model van arbeid? Wel, als werkhulpbronnen sterk aanwezig zijn in de organisatie, gaan mensen veel meer geneigd zijn om ook hun eigen hulpbronnen aan te spreken, om hun eigen veerkracht te versterken. En als die persoonlijke hulpbronnen of veerkrachtfactoren sterk aanwezig zijn, leidt dat automatisch tot meer bevlogenheid, tot meer goesting aan het werk zitten, tot meer groei. En het zijn net die persoonlijke hulpbronnen die ook heel erg getriggerd worden door de stijl van leiderschap. En mag je een stijl van leiderschap ervaren die inspirerend, ondersteunend, versterkend, verbindend is, zoals daarnet benoemd, dan ga je zelf ook indirect veel meer geneigd zijn om voor je eigen zelfzorg en je eigen veerkracht te zorgen. En dat is nu wat we net met de weerbarometer gedaan hebben. We zijn echt gaan kijken hoe zit het met de weerbaarheid, de wendbaarheid, de veerkracht van medewerkers.
En wanneer hebben we dat gedaan? Ik zei net al, in de periode september tot begin oktober. En toevallig was dat voor een heel groot stuk gelijklopend met de periode waarin Zorgnet Icuro de zorgbarometer heeft gelanceerd. En we gaan daar ook kort een vergelijking over maken, hoewel we dat niet gelijktijdig afgestemd hadden. En daarnaast is het belangrijk om te weten, dit is een pilootonderzoek. We zijn daarmee gestart in die periode. Het is uitgerold in 16 woonzorgcentra in West-Vlaanderen met 860 respondenten. En ondertussen ook in een algemeen ziekenhuis met 474 respondenten. En we gaan hier ook kort de vergelijking in maken. Ik maak even de vergelijking met barometer van de zorgzamen, die in diezelfde periode ongeveer is afgenomen en die vooral de uitkomst meet, hè, aan de achterkant van het model wat ik net vertoonde rond de werkbeleving, de positieve zin of de negatieve zin. En dan zag je dat op dat moment binnen de zorg, zowel woonzorgcentra als ziekenhuizen, dat mensen heel erg ervaarden onder druk te staan, dat ze zich heel erg vermoeid voelden, dat mensen aangaven heel hyperalert te zijn. Duidelijk slaaptekort aanwezig en ook heel erg het gevoel zich onvoldoende te kunnen ontspannen. Dat zijn eigenlijk allemaal eerder negatieve uitkomfactoren en bepalen eerder het onwelzijn van mensen in de zorg op dat moment. En met de weerbarometer hebben we net gekeken hoe zit het met de buffer, hoe zit het met de weerbaarheid, de veerkracht die voor een heel groot stuk mee bepaalt wat de outcome kan zijn. En we hebben een vergelijking gemaakt op twee momenten. We zijn mensen gaan bevragen hoe ze zich qua weerbaarheid voelden in normale tijden, dus buiten corona, en hoe het was in de coronacontext. Goed wetende, en dat wil ik nog even situeren, we hebben die meting gedaan na de eerste golf. Toen we allemaal terug in de exit zaten, toen we de vakantie achter de rug hadden. En nog net voor de tweede golf, en 10 oktober zijn de laatste resultaten binnengekomen, en de tweede golf is rond 16 oktober teruggestart, dat we terug in een soort van semi-lockdown begonnen te gaan. Dus dat is de context waarin dat deze barometer is afgenomen. En wat zien wij dan? We maken hier even de vergelijking. Dit zijn de resultaten van de 868 medewerkers of deelnemers in de ouderenzorg. En we hebben hier gekeken op drie hoofdpijlers die de weerbaarheid van mensen bepalen. Ongeacht functie. Dus dit is het totale resultaat. En ik ga even met wijzers in met jullie mee. Wat blijkt dan? Wel, enerzijds is er de pijler van veerkracht. En veerkracht is getoetst geworden aan de hand van drie kernvragen. Kan ik op het werk goed omgaan met moeilijkheden? Neem of nam ik, en nam is, hè, neem ik is buiten de coronacontext en nam ik is in de coronacontext. Stressvolle dingen op het werk er gewoon bij. En kan ik moeilijke momenten het werk best aan, want ik heb al voor meerdere vuren gestaan. Wat zijn de resultaten? Wel, we zien in normale tijden geeft 90% gemiddeld aan. En we hebben dat gedaan met een vragenlijst waar mensen konden scoren tussen 1 en 10. Dus de resultaten die je hier ziet, die groene lijn en zo dadelijk ook die donkergroene, dat zijn alle mensen, die alle respondenten die aangaven, ik geef een 7 of meer. Ja, en 90%, en hier 94% van alle respondenten geven aan, buiten de coronacontext, zit het met veerkracht op 90% die aangeven, ik geef een 7, 8, 9 of 10. Ja. Als we dan kijken in de coronacontext, zien we dat die veerkracht toch een stukje minder is. Zitten we hier op de lijn rond 80% en hier 75% die aangeven van oké, ik kan goed omgaan met moeilijkheden, ik neem stressvolle dingen er gewoon bij, het lijkt allemaal minder evident, en ik kan op moeilijke momenten het werk best aan, want ik heb al voor hetere vuren gestaan. Dus die veerkracht is daar al een stukje minder. Dan gaan we kijken naar optimisme. De drie vragen die we daar rond gebruikt hebben zijn: ik ga uit van de goede afloop, ook als er dingen onzeker zijn op mijn werk. Ik bekijk het werk altijd van de zonnige kant. En ik ben optimistisch over mijn toekomst op het werk. Wat zien wij dan? In normale omstandigheden zit dat hier ook allemaal. 90% van de mensen, hier een ietsje minder, die aangeeft. Voor mij is dat een 7 tot 10 op 10.
En dan zien we binnen de coronacontext dat hier dat optimisme toch wel wat minder is dan die veerkracht. Hè. Hier een 82%, 80%, 82% die een 7, 8, 9 of 10 aangeeft. Andere pijler die de weerbaarheid erg bepaalt, is de pijler rond flexibiliteit. Hoe flexibel zijn we? En dan zien we dat dat doorgaans wat gunstiger scoort, zelfs ook in coronacontext, dat dat dichter bij de normale resultaten ligt. En vragen die we daarop gepeild hebben is, als het werk dat vroeg, was ik bereid om mijn planning om te gooien. Ik pas me gemakkelijk aan veranderingen op het werk. En ik heb er geen moeite mee om mijn werkwijze te veranderen. Meestal geeft 90% aan, voor mij is dat een 7 of meer op 10. En in de coronacontext geeft nog altijd meer dan 80% aan van, voor mij is dat een 7 of meer op 10. En dan gebeurt er iets bijzonders wat betreft grenzen stellen. Grenzen stellen, de vragen rond ik bewaak mijn eigen grenzen zorgvuldig. Zodra ik merk dat ik over mijn grens heen ga, zet ik een stapje terug. En ik zeg ook nee op het werk. Wat blijkt daar? Dat we daar een enorme terugslag hebben. Zowel in normale tijden zien we dat het heel erg moeilijk is voor heel veel mensen in de zorg om zodra ze merken dat ze hun grens te overgaan aan allerlei signalen, dat ze zich toch daar niet aan aanpassen en dat ze doorgaan. Dus als we hier zien, dan geeft 50% aan van oké, ik doe er iets mee, maar tegelijkertijd 50% nee, ik doe er in feite niets mee en ik ga nog verder. Ja. En dat zowel buiten de coronacontext als in de coronacontext. Zo, dit zijn de algemene resultaten in de ouderenzorg. Ik laat je nu zien wat de algemene resultaten zijn van het algemeen ziekenhuis. Dat is een stuk gelijklopend, al zien we heel duidelijk dat al die factoren toch iets minder sterk zijn in de coronacontext dan wel in de ouderenzorg. Dus de respondenten van het algemeen ziekenhuis geven aan dat ze iets minder veerkracht hebben, iets minder flexibel zijn, iets minder optimistisch en ook negatieve scoren op grenzen stellen dan wel, en vooral rond grenzen stellen, dan wel mensen in de ouderenzorg. En dan hebben we een opdeling gemaakt tussen leidinggevende en medewerkers. En wat blijkt hier? Ik ga de vragen niet meer apart overlopen. Wel, dat leidinggevende doorgaans sterker scoren op de indicatoren die de weerbaarheid bepalen ten opzichte van de medewerkers die in de binnenste cirkel zitten. De medewerkers die vaak nog dichter in de frontlinie staan, terwijl leidinggevenden in deze tijd ook heel veel hebben meegewerkt, maar medewerkers zijn blijkbaar minder weerbaar. En heel speciaal of heel opvallend, wat zien we hier in het kader van grenzen stellen, dan blijken leidinggevenden zelfs nog veel zwakker te scoren dan wel medewerkers in het directeren, het bewuster omgaan met grenzen stellen. Ook al doen beide groepen dat zeker niet goed. In het algemeen ziekenhuis idem dito, dezelfde tendensen, ja, zij het een iets lichtere nuance. En wat zien we? Dat in het algemeen ziekenhuis, hier rechts, in de ouderenzorg, zien we dat de sterkte van al die indicatoren iets minder groot is dan in het algemeen ziekenhuis. Dus leidinggevenden in het algemeen ziekenhuis scoren daar toch iets sterker op rond die veerkracht, rond de weerbaarheidsfactoren, dan leidinggevenden in de woonzorgcentra. Idem dito met omgaan met grenzen stellen. En dan hebben we tot slot nog een onderdeel of een onderscheid gemaakt tussen algemeen ziekenhuis wat betreft verpleegkundigen en niet-verpleegkundigen. En dan zien we hier ook een heel duidelijke discrepantie. Dat verpleegkundigen die in het ziekenhuis helemaal in de frontlinie staan, in verhouding met de niet-verpleegkundigen, en de niet-verpleegkundigen zijn administratieve, technisch ondersteunende medewerkers, logistieke medewerkers, ook het management, dat de verpleegkundigen het veel harder te verduren hebben wat betreft de weerbaarheid. Wel, dat geeft ons de aanleiding om een aantal aanbevelingen te doen. En een eerste aanbeveling is dat het heel belangrijk is ons ervan bewust te zijn dat het aanpassingsvermogen van mensen, van leidinggevenden en medewerkers in deze coronacontext enorm zwaar op de proef gesteld is. Daarnaast dat de impact op de mentale gezondheid nog nooit zo uitdrukkelijk op de agenda heeft gestaan.
Tegelijkertijd is er enorm veel belang en aandacht aan gezondheid en welzijn geweest. Werkgevers zijn nog nooit zo direct betrokken geweest bij de gezondheid en het mentale welzijn van medewerkers, zowel op fysiek vlak als rond bescherming, veiligheidsmateriaal, afstand houden, maar ook rond het mentale van hoe kunnen we toch betrokken zijn terwijl we op afstand moeten werken? Hoe kunnen we er toch voor zorgen dat het welbevinden toch aanwezig is, ook al is er zoveel angst en grote onzekerheid? Wat is nog belangrijk om te realiseren? Wel, werkomgeving verandert in een sneltreinvaart. We hebben gezien hoe hard de veranderingen zijn, op onverwachte manier zijn binnengekomen. En het vermogen en de vaardigheden om daarmee om te gaan, zijn absoluut het fundament om weerbaar en wendbaar met veranderingen om te gaan. Organisaties vervullen daar een bijzonder belangrijke sleutelrol in het creëren van wendbaarheid bij leidinggevende teams en medewerkers. En het is zo belangrijk dat er absoluut ingezet wordt voor leidinggevende en medewerkers rond opleiding en vorming, zodanig dat medewerkers, leidinggevende, management in staat gebracht worden om effectief eigen leiderschap te kunnen opnemen in hun aanpassingsvermogen. En wat betekent dat? Wel, het is positief nieuws. Aanpassingsvermogen is ontwikkelbaar. Het is niet van, ik ben geboren met beperkt of onbeperkt aanpassingsvermogen. We kunnen dat absoluut ontwikkelen. Als we willen dat medewerkers duurzaam inzetbaar worden, dan hangt zeker niet alles alleen af van opleidingen in zaken het ontwikkelen van competenties, maar ook en vooral van opleiding en vorming in zaken mentale weerbaarheid. Hoe ontwikkel ik mijn aanpassingsvermogen? Hoe versterk ik mijn mentale weerbaarheid, waardoor ik ook wendbaarder word om te gaan met veranderingen? En inzicht in breinmanagement ligt daar helemaal van aan de basis. Vanuit die inzicht, als mensen die inzichten hebben, kunnen ze heel concrete, praktisch onderbouwde tools aanleren die hen sterken in het toekomstgericht omgaan met veranderingen, waardoor ze zich beter kunnen aanpassen, wendbaarder zijn om met veranderingen om te gaan. En heel wat veranderingen die dit jaar zijn doorgegaan, die zijn ons overkomen, daar hebben we niet voor gekozen. Maar het is bijzonder belangrijk om in een positieve mindset te kijken. Crisis was geen keuze, die hebben we er bovenop gekregen. Maar kansen grijpen, dat is het wel. En ik denk dat dat de uitdaging is ook voor het HR-beleid van de volgende periode. De kansen pakken om vooral mensen te versterken in het nog beter kunnen omgaan met veranderingen, waardoor die aanpassingsspier, bij wijze van spreken, die veerkrachtspier nog veel sterker ontwikkeld wordt en dat we niet enkel op adrenaline moeten werken. Dus grijp de kans en zet in op opleiding en vorming rond hoe mensen mentaal sterk maken, zodanig dat ze zich beter kunnen aanpassen. Ik geef jullie nog even heel interessante informatie mee. Dit was in de notendop de primeur. En ook het vrij unieke gegeven in het Vlaamse landschap rond het onderzoeken van weerbaarheid in de context van corona. Begin januari gaan we een heel uitgebreide paper lanceren met ook een heel aantal interactieve workshops. En ben je geïnteresseerd in meer te weten hoe omgaan om mensen te versterken in het aanpassen? Kan je oftewel mijn collega Ingrid Govaerts contacteren onder onderstaande e-mail of mezelf? En in het algemeen, interessant, zeg je van, ik ben toch geprikkeld, ik wil meer weten rond weerbaarheid. Neem contact op. Als je meer wil weten over onderzoekscijfers en het meten van de weerbaarheid, neem contact op met Ingrid Vogaerts. Wil je meer weten over advies, begeleiding, opleiding rond het versterken van aanpassingsvermogen, weerbaarheid, neem zeker contact op met mezelf. En wil je verder napraten, doe dat gerust. Je kan altijd contact nemen via bovengesitueerde e-mails. En we kunnen via een korte Zoom-meeting elkaar daarin verder zien. Om van elkaar te horen van wat leeft er, wat zou je eventueel nodig hebben, welke adviezen en ondersteunende tips wens je. Ziezo, dat is hetgeen wat ik jullie graag wilde vertellen. En ik hoop dat het een interessant gegeven was voor jullie en dat jullie geprikkeld zijn om nog meer met weerbaarheid en wendbaarheid om te gaan.